Wout, vind je jezelf een spiritueel persoon? Dat is een goede vraag. Ik denk misschien dat ik praktisch spiritueel ben. Wat houdt dat in? Is dat ik wel kijk naar spiritualiteit, wat ik daar zelf voor kan gebruiken om zelf sterker of rustiger of beter van te worden. Ik ben natuurlijk veel met gezondheid bezig en je ziet dat in veel oude culturen of religies of in spiritualiteit wel misschien oplossingen liggen voor wat we nu soms tekort komen. En ik heb net in de lezing bijvoorbeeld gehad over intermittent fasting, wat best wel een nieuwe term is. Als je gaat kijken naar heel veel religies, is dat daar vasten is al eeuwenlang een normaal gebruik. Alleen dat ze hier in het Westen, in onze moderne tijd, doen we dat eigenlijk niet meer. En hoe uit dan jouw spirituele kant zich in jouw dagelijks leven of in je praktijk? Kijk, je hebt natuurlijk, wil je gezond worden, de hele gebruiken dingen van goed eten, niet stressen, je wil slapen en bewegen. Maar je hebt natuurlijk ook de hele zingevingskant en relaties en je hart en je spiritualiteit die invloed hebben op je psyche. En als je daarmee je psyche gezond kan houden, dan blijft je lijf ook veel gezonder. Omdat er echt ook een koppeling is tussen immuunsysteem, lichaam en je psyche. Ik denk op die manier. En zit je liever met je hoofd in de wolken of met je voeten op de grond? Voeten op de grond, ja. Maar ook wel, nee, wel voeten op de grond. Het liefste allebei. Maar het liefst blote voeten op de grond. Ja. Dat is natuurlijk weer gezonder. Ja, zeker. Oké.